De ontwikkelcirkel is eigenlijk een proces. Een proces die je als teamcoach of facilitator doorloopt met een groep. En ik heb een methodiek ontworpen in 7 stappen die in staat stelt om een groep te loodsen doorheen een proces van exploratie en bewustwording. Zodanig dat ze rond een bepaald onderwerp een betere samenwerking krijgen. De allereerste stap, we gaan de stappen overlopen, de allereerste stap is de setting. Je spreekt met de initiatiefnemer af, een lokaal waar het rustig is, waar je niet gestoord wordt, waar er geen computers staan en vooral waar er geen tafels zijn. Want de ontwikkelcirkel is een bijeenkomst die gebeurt in een kring. Er staan stoelen in een kring en de individuen gaan eenvoudig weg. Gedurende een bepaalde tijd, bijvoorbeeld 2 uur of een halve dag, of 2 dagen, zoals het dan op een heidag of een retraite gebeurt, de individuen gaan elkaar ontmoeten. Ontmoeten rond een bepaald onderwerp. Het is niet gelijk welk onderwerp. Het is een onderwerp waarvan dat je voelt, hier is meer tijd voor nodig. Hier hebben we ruimte, exploratie voor nodig om daar rustig mee bezig te zijn. We moeten elkaar daarin ontmoeten. Dat gaat vooral over onderwerpen waar men niet doorgeraakt, die blijven liggen of die waar men geen commitment rond krijgt. De eerste stap is dat je samen met de groep beslist wat is dan precies het onderwerp waar we het over zullen hebben. En dat onderwerp kun je in het midden leggen. In de kring kun je een flip leggen, zoals deze. En het onderwerp dat je gaat definiëren, schrijf je op dat blad papier. Je schrijft op dat blad welk onderwerp. Daar gaat men naar kijken en men gaat zich eigenlijk gaan positioneren ten opzichte van dat onderwerp. Dat is de allereerste stap. Dat is de focus. Je komt samen rond een heel specifiek agendapunt of onderwerp. Dat wordt geschreven, je kijkt ernaar. Een tweede stap zijn de spelregels. Dat is een kleine tussenstap, maar een heel belangrijke. Je gaat met de groep na wat zijn precies de regels die we hier onder elkaar zullen volgen om het goed te doen met elkaar. Dat zijn communicatieregels. Dat kan gaan over veiligheid, luisterhouding, noteren, pauzes die je neemt enzovoort. Het belangrijkste is dat zij zelf bepalen, de teamleden bepalen, hoe dat wij het gaan doen met elkaar. Dat is een eerste oefening eigenlijk in zelfsturing. Het team beslist hoe dat zij zichzelf gaan sturen. Die verschillende spelregels kun je ook op dat blad schrijven, zodanig dat iedereen beseft, kijk, hier zijn gedragsregels, een common ground wordt dat soms genoemd in het Engels. Dat duurt in totaal, misschien die 2 stappen, een 10-tal minuten. Een derde stap is de individuele bijdrage van ieder. Dat is een hele lange stap, omdat je als coach of facilitator elk individu gaat bevragen in hoe dat zij zich verhouden met dit onderwerp. Al die verhoudingen worden in beeld gebracht. In de plaats dat we meningen opvragen of een debat gaan voeren of gaan brainstormen, gaan we gaan coachen. En dat is een zeer uniek iets. Het is eigenlijk een soort mini-coaching. Een mini-coaching waarin dat je elk individu bevraagt op waarden, ervaringen, behoeftes die te maken hebben met dit onderwerp. En zo gaat een individu zich positioneren, zich authentiek uitdrukken. In een rustige sfeer. Niet in een debatsfeer, maar vanuit zichzelf authentiek. De anderen die gaan oordeelloos luisteren. Door de individuele bijdrage te verzamelen, krijg je het materiaal waarop dat er dan vervolgens besluiten komen of reflectie. Dit kan wel een hele tijd duren. Als iedereen 10 minuten krijgt en je bent met 12 mensen, ben je al vlug 2 uur bezig. Maar uitermate rijk om de tijd te geven aan ieder om zichzelf te gaan uiten, dankzij de coach wordt dat gefaciliteerd. Met dat materiaal kun je vervolgens gelijkenissen en verschillen bekijken en gaan naar besluitvorming rond wie dat we willen zijn als team, teamidentiteit. De teamidentiteit is wat wij naar aanleiding van dit onderwerp leren over onszelf en de keuzes die we te maken hebben of die we willen maken als team.
Ik heb een negental methodes in mijn handboek beschreven om die teamidentiteit in beeld te brengen. Dat is op zich een heel interessant gegeven. In plaats van te zeggen, wij zijn afdeling 4.02, het organigramdefinitie, gaat het over wie willen wij psychologisch zijn? Wat is de inhoud van onze identiteit als team? Iets dat ik heel graag mee werk, is National Geographic. Ik geef maar één van mijn 9 methodes. En we gaan die foto's van die de individuen kiezen, verzamelen. Bijvoorbeeld iemand kiest deze foto links en die zal dan de betekenis daar aangeven en die zegt van, wij zijn een team die aan één zeel trekken. Dat is een hele mooie metafoor om te zeggen wie dat wij willen zijn of al zijn. De beelden kunnen verzameld worden, ook weer op dit blad. Net zoals de individuele bijdrage kunnen allemaal beschreven worden op dit blad. Je krijgt dus eigenlijk men kijkt naar het materiaal en naar de beelden die daar in het midden liggen. Dit is stap 4. Wie willen we zijn als team? Welke ontwikkeling hebben wij te gaan? Dan hebben we het grotere geheel van het team. Dat kan een organisatie zijn, maar dat kan bijvoorbeeld voor een buurtcomité of een transitiegroep, kan een stad zijn. Of het kan de sector zijn of het vakgebied zijn. Of de wereld en maatschappij. Dus het grote geheel is hetgeen dat de horizon is rond het team en waar dat dit alles een bijdrage, een inbedding in heeft. Het grotere geheel maakt dat het team een hoger doel pakt. En het hoger doel brengt mensen samen. Het is de vraag, wat hebben wij als team bij te dragen tot de ontwikkeling van die sector, van die organisatie, van de stad enzovoort. Dat hoger doel motiveert en dat brengt de groep samen. Rond dit onderwerp altijd wel te verstaan. Dit gaat verder door in één lijn. De reflectie op het groter geheel creëert zingeving. En dit gaan we dan vervolgens concretiseren in iets waar dat de meeste groepen erg naar uitkijken, het teamproject. In de plaats dat we brainstormen van acties, gaan we vanuit die inhouden een inzicht krijgen wat we precies te doen hebben. Dat komt eigenlijk vanzelf tevoorschijn. Daar hoef je niet zo brainstormingsmind mee bezig te zijn. Je kunt vanuit die inhouden, komt er vanzelf inzicht. En het belangrijkste van heel dit proces is dat het teamproject opgeladen wordt door de bijdrage van de individuen. Die daardoor een soort deep democracy gevoel krijgen van dit is mijn project. Ze voelen eigenaarschap ten opzichte van dat project, omdat ze ook een bijdrage zijn tot dat geheel. De teamidentiteit wordt vertaald in het teamproject. Men gaat dat samen gaan uitbouwen, gedeeld eigenaarschap. En ook het grotere geheel wordt dan geconcretiseerd in het project. Dat wil zeggen, het teamproject krijgt dus een inbedding in die verschillende lagen van bestaan. Het teamproject wordt daardoor duurzaam, wordt daardoor zinvol, wordt daardoor gedragen en maakt eigenlijk dat het echt wel gevormd wordt. En dit creëert kwaliteitsvolle projecten. Een eindstap is de teamzelfsturing. Teamzelfsturing is de reflectie, hoe hebben wij het gedaan in dit proces, in deze sessie, en gaat eigenlijk terug ook op de spelregels. De spelregels, hoe doen wij het samen en hoe hebben wij het samen gedaan? En wat hebben we nog te leren in hoe dat we bezig zijn? In deze methodiek is het natuurlijk een van de grootste uitdagingen is dat het team leert om niet dadelijk in actie te schieten of niet dadelijk in debat te gaan, maar tijd te nemen om naar elkaar te luisteren en deze gelaagdheid op te bouwen binnen teamprojecten. Dat creëert een enorme rijkdom en duurzame samenwerking binnen zo'n groep. De ontwikkelcirkel is dus een proces waarin je de groep loodst doorheen die stappen, waardoor dat er gedragen projecten en meer zelfsturing komt in de teams.